In Doesburg is een vrouw van 80 jaar omgekomen bij een aanrijding. De politie heeft aanwijzingen dat er bij het ongeluk opzet in het spel was. Goedenavond. En verder in het nieuws vandaag. Vuurpijlen, duizend klappers en fonteinen. Vanaf vandaag is het allemaal weer te koop. Wat zit er allemaal in? Veel te veel. Altijd weer te veel, hè? Ja, een paar potjes. Een beetje Thunderkings. En overal waar vuurwerk wordt verkocht, wordt streng gecontroleerd om de veiligheid te waarborgen. Een auto-ongeluk bij Doesburg heeft een vrouw van 80 jaar het leven gekost. Drie andere mensen die in de auto zaten zijn gewond geraakt. En de politie vermoedt dat er bij het ongeluk opzet in het spel was. De dag na het ongeluk zijn de sporen nog goed te zien langs de N317 naar Doesburg. Hier ging het gisteren aan het eind van de middag gruwelijk mis. Een vermoedelijk zwarte stationwagon reed achterop een witte auto met daarin vier mensen. Die auto sloeg over de kop en kwam naast de weg in een akker terecht. Een 80-jarige vrouw uit Velp die in de auto zat overleed later aan haar verwondingen. De politie vermoedt dat het ongeluk opzettelijk is gebeurd. Dat is een heel heftig ongeluk, zeker ook omdat een ander betrokken voertuig daarbij is weggereden. En wij denken ook dat deze bestuurder mogelijk de veroorzaker is van het ongeval. Jullie denken dat hij dit misschien opzettelijk heeft gedaan. Waarom denken jullie dat? Nou, wij baseren dat op verklaring van getuigen en van inzittenden van het voertuig. Het voertuig is van achteren aangereden en de bestuurder is daarna doorgereden. De politie hoopt dat er zich getuigen melden. Die hebben gezien wat er is gebeurd. Ook hoopt ze op dashcambeelden van het ongeluk. Maar het meest is de politie op zoek naar de bestuurder van de zwarte stationwagon. Er is iemand overleden, dus meld jezelf vooral. Maar ook als je iets meer weet over wie het is, welke auto erbij betrokken is, geef deze informatie aan de politie. Zodat ook deze familie duidelijkheid krijgt over waarom is dit gebeurd en wat is er precies gebeurd. De politie heeft in Ochten meer dan 4000 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Dat lag in een trailer die geparkeerd stond op een bedrijventerrein. Twee jongens van 18 en 19 zijn daarvoor opgepakt. De verkoop van legaal vuurwerk is vandaag officieel begonnen. In Apeldoorn wordt er alleen met een dubbel gevoel naar gekeken. De gemeenteraad wil dat Apeldoorn de eerste vuurwerkvrije gemeente van het land wordt. Daarmee kan deze verkoop zomaar eens de laatste zijn. Lange rijen en volle tassen bij deze vuurwerkwinkel. Voor de echte liefhebber maakt een euro meer of minder ook het verschil niet. Nou, tientje of 4, 5. 42 euro. Nou, 50 euro. 150 euro bij elkaar. Te veel, maar ja. Denk ik één keer in het jaar, feest vieren. Ja, het is gezellig. Het loopt lekker door. Weinig wachtrijen en iedereen wordt snel geholpen. Lukt dat zo of moet ik even meelopen? Altijd weer te veel, hè. Ik koop altijd weer te veel knalvuurwerk. En wat heeft u allemaal? Oh ja, wat staat er allemaal op? Een beetje ballen, een beetje knekkers, een beetje voor de kleinkinderen wat in. Ik heb een paar Thunderking Woolpack, een paar cakes. Vooral wat kleinere vuurwerk voor de kinderen en zo. Ja, een paar potjes, een beetje Thunderkings. De vraag is nu hoe langer nog vuurwerk verkocht mag worden. Want in oktober heeft de gemeenteraad besloten dat er vanaf 2020 geen vuurwerk meer afgestoken mag worden in de gemeente. Het is alleen aan de gemeente Apeldoorn wat zij aan vuurwerkvrije zones hebben of aan een algeheel verbod. Nou, ik denk uiteindelijk dat er veel in de vuurwerk afgestoten wordt over een aantal jaren. Maar zolang het nog kan het nog. Dus, Ik begrijp het zich wel van de gemeente. Ja. Maar, wat ga je dan volgend jaar doen? Naar Amersfoort waarschijnlijk. Ergens anders vuurwerk afknallen. Is dit dan misschien wel uw laatste jaar? Nee, want we mogen wel vuurwerk blijven verkopen. Het enige wat ze graag willen is een afsteekverbod. En dat staat nog in de kinderschoenen, daar zijn ze nog mee bezig. Dat zie ik er niet komen. Bedrijven die vuurwerk verkopen moeten zich aan strenge regels houden. Allemaal om de veiligheid te waarborgen. Arnhem stuurt daarom handhavers de straat op. Deze vuurwerkcontroleurs checken in totaal zo'n 30 verkooppunten. Allemaal in de regio Arnhem. Goedemorgen, vuurwerkcontrole. De vuurwerkverkoop is aan veel strenge regels gebonden. Dus de verkoopruimte, al het vuurwerk onder de balie ligt, mag maximaal 1 meter van de sprinkler af liggen. Ook de opslagplaats waar de voorraden vuurwerk liggen, krijgt een inspectie. De stapelhoogte is juist hier in dit geval. Explosievrije kappen voor de TL-verlichting, dat is ook goed. Kijk of de beschrijving en dergelijke erop staan. In het Nederlands, dat staat er ook op.
Ook al zijn de voorschriften voor de verkoop streng, deze verkoper is er inmiddels wel op ingespeeld. Door de jaren heen is er niet heel veel bijgekomen, zeg maar. Dus uiteindelijk weet je wel gewoon van jaar in jaar uit waar je rekening mee moet houden. Dus het valt allemaal mee. Dit vuurwerkverkooppunt voldoet aan de regels. En nu maar hopen dat de klanten zelf ook veilig oud en nieuw gaan vieren. Mijn zoon heeft ingeslagen voor 2250 euro. Dat gaat er met oudjaar allemaal de lucht in? Allemaal de lucht in. Dan wordt een gezellige oud en nieuw? Jazeker. En veilig? Jazeker. Gewoon een beetje uit de buurt blijven. Wester! Sommige Gelderlanders die in de grensstreek wonen halen hun vuurwerk niet in eigen land. We gaan ervoor naar Duitsland. Net over de grens bij Groesbeek bijvoorbeeld, in het dorpje Wieler. In Duitsland gelden andere regels, waardoor het vuurwerk daar gemiddeld 20% goedkoper is. Achter deze toonbanken staan ook voornamelijk Gelderse medewerkers. De bezoekers weten de zaak prima te vinden. Waar komt u vandaan? Groesbeek. Ik kom uit Nijmegen. Uit Brabant. Waarom juist hier gehaald en niet in Nijmegen? Ja, hier is het goedkoper en beter natuurlijk. Ja, we denken dat het hier mooier is. Dus en goedkoper natuurlijk Nederlanders. Hè, dus, Net iets goedkoper, hè? En iets meer kwaliteit. Ja, is dat het verschil? Ja, voor mij wel. Ik denk dat hier 1% Duits komt, Duitse mensen komen die vuurwerk kopen. Voor de rest zijn het allemaal Nederlanders die gaan lekker over de grens boodschappen doen, tanken. En nemen dan en passant vuurwerk mee terug. En zometeen, na 68 jaar, verdwijnt een beeldbepalende winkel uit Varsseveld. De schoenmaker daar wil wat anders met zijn leven gaan doen. Ik neem misschien een hond, dat ik een beetje aanspraak heb. Brand in Scherpenzeel heeft het gebouw in de as gelegd van een stichting die minder bedeelden helpt. De hele voorraad aan hulpgoederen en voedsel is in rook opgegaan. Alles is vergaan. Er is niks meer van over, van alle spullen. Dus ja, hoe moeten we nu verder? De brandweer had een uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. Alleen de buitenmuren van het gebouw staan nog overeind. De schade voor de stichting wordt geschat op zo'n 120.000 euro. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam was het afgelopen jaar het grootste fileknelpunt in de ochtendspits. Uit cijfers van de ANWB blijkt dat er 34% meer file stonden daar. Vooral tussen Voorthuis en Amersfoort was het 's ochtends druk. In heel het land stonden weer flink meer files dan vorig jaar. Opvallend is vooral dat het buiten de spits steeds drukker wordt. Ze hebben allebei nog één kans op deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. De volleybal dames en heren. Voor ruim een week is er een speciaal toernooi waarop ze een ticket voor de Spelen kunnen verdienen. En de dames spelen thuis, want hun toernooi is in Omnisport in Apeldoorn. Papendal vanmorgen. De Nederlandse volleybaldames werken hier hun eerste training af voor het Olympisch kwalificatietoernooi. De 29-jarige Lonneke Sloetjes uit Varsseveld is een van de belangrijke speelsters in het team. Sloetjes kijkt uit naar de wedstrijden straks in Apeldoorn. Ja, ik weet nog wel het moment dat we hoorden dat de Nederland zou worden georganiseerd. Dat we echt dat iedereen met kippenvel echt dacht van oké, yes, nu gaan we het echt flikken. Sloetjes was erbij in Rio bij de vorige Olympische Spelen in 2014. Ze is nu, zoals gezegd, 29 jaar. En gezien haar leeftijd is het waarschijnlijk komende zomer in Tokio de laatste keer dat ze op een Olympisch toernooi actief kan zijn. Ik denk er wel over na. Ik voel natuurlijk ook wel dat mijn lijf niet altijd meer alles doet wat ik wil. En ook mentaal wordt het soms wel een kluif om en club en nationaal team te doen. Want het gaat gewoon 12 maanden in het jaar door. Dus ik las sowieso wel even een pauze in. En ik verwacht ook niet dat ik daarna nog terug zou komen voor de Spelen van Parijs. Maar ja, je zegt natuurlijk nooit nooit. Na de training, als alle andere speelsters al naar de kleedkamer zijn, praat ze nog met oud-topvolleyballer Peter Blanger. Het gaat onder meer over de angst om te falen. Nou ja, het is natuurlijk voor elke persoon verschillend. Maar ik weet wel dat ik niet de enige ben die zich zo voelt. En die spanning of soms zelfs angst voelt, zeker voor belangrijke wedstrijden. Het kan soms ook juist een beetje dat extra geven, net dat adrenaline of dat gewoon alles of niets gevoel. En ik dacht eigenlijk altijd dat het met onervarenheid te maken had, maar ik ben nu 29, ik heb het nog steeds, dus ik denk dat het gewoon een beetje bij me past. Ondanks de spanning kijkt ze ontzettend uit naar het kwalificatietoernooi in Apeldoorn. Met hopelijk een Olympisch ticket als resultaat. 68 jaar lang was het begrip in Varsseveld wisseling, schoenhandel en reparatie. Nou, de zaak ging van vader op zoon, maar zoon Hans die stopte mee. Hij wil andere dingen met zijn leven gaan doen en een opvolger die is er niet. Dus de zaak houdt op te bestaan. Maar 39, ja. Wat voor kleur? Ik weet het niet. Wat zocht je precies dan?
Gewoon zoiets als dit. Als je dat nog hebt, hè. Al meer dan 40 jaar staat de 64-jarige schoenmaker en verkoper dagelijks klaar voor zijn klanten. Een schoenmakervak is toch een sociaal vak, eigenlijk. Alsjeblieft. Dank u wel. Een pin hangen niet, dacht ik, hè? Nee. De vader van Hans begon de zaak in 1951. En er lijkt sindsdien niet veel veranderd te zijn in werkplaats en winkel. De naaimachine van toen doet nu gewoon nog dienst. Maar net als de apparatuur krijgt Hans een beetje last van zijn leeftijd. Nu word je ouder en worden allemaal dingetjes te veel. En natuurlijk zou ik het allemaal wel missen. Maar je moet gewoon verder en je moet een keer een punt achter zitten. Het is wel een gemis, dadelijk. Ze zeggen altijd, je wordt pas gemis als je er niet meer bent. Dat geldt zeker voor Hans, maar hij is wel bekend in het dorp. Ik ga enkele hobby's een beetje uitbreiden. Misschien meer biljarten. Ik neem misschien een hond, dat ik een beetje aanspraak heb. En dan kijken we nog wel wat we dan gaan doen. Krijgt u natuurlijk nog het weerbericht voor de komende dagen. En daarvoor gaan we naar Jordi Huurne. Vandaag begonnen we met een mooie zonsopkomst. Het was fris met temperaturen van -4 op sommige plekken. En vanmiddag was het zo'n 2 tot 3 graden. Het was pas voor de derde keer deze maand dat de middagtemperatuur iets beneden de normaal lag voor deze tijd. En komende dagen wordt het weer wat minder koud. Maar de nachten blijven nog even fris. We hebben te maken met een hoog drukgebied boven onze omgeving. Een storing ligt nog op afstand. Maar er kwamen wel wat van die sluierwolken overschuiven af en toe. En komende dagen zal het hoge drukgebied langzaamaan wat gaan opschuiven. Maar vervolgens komt er weer een nieuw hoge drukgebied achteraan. Dus het blijft voorlopig rustig en droog winterweer. Met dus vandaag die opklaringen, wat van die dunne velden met sluierbewolking. Er viel geen neerslag uit, maar de zon werd wel wat afgeschermd. Vanavond en vannacht verandert er weinig. Het is wisselend bewolkt met temperaturen tussen -2 en -4. Misschien wel plaatselijk lokaal -5 op de Veluwe. En daarbij staat weinig wind. Er kan misschien wat mist ontstaan. En morgen een vrij zonnige dag met opnieuw wat sluierwolken die overtrekken. Maar verder flink wat ruimte voor de zon met temperaturen van een graad of 4. Heel normaal voor deze tijd van het jaar. Komende dagen blijven de nachten eerst nog fris. Op Oudejaarsdag is het mooi weer met flink wat zon, graad of 9. Goed weer om karbiet te schieten dus. En de nieuwjaarsnacht, die verloopt koud met lichte vorst. En er kan plaatselijk zeer dichte mist ontstaan. Er staat namelijk weinig wind. En daarom kan er dus gemakkelijk mist ontstaan, ook door het vuurwerk. Die mist lost misschien maar heel moeizaam op woensdag. De dagen daarna blijft het droog. Pas na donderdag neemt de kans op een beetje regen toe. Voorlopig dus een droge en vrij zonnige week. Dat was hem weer, het Gelders nieuws. Meer nieuws staat in onze app en op de site gld.nl. Voor nu wens ik u een fijne avond. Tot morgen.